had gehoopt dat er een tikke eiken was, maar dat is niet. Dus voor de volgende keer. Zeg maar schoon gemaakt, hè? Verre, hè? Is goed, hè? Chique, hè? Ja, het ziet er fantastisch uit. Ja. Verhoudingen zijn mooi. Ja. Ook het onderstel en alles. Fantastisch. Echt knap. Zeg, mannen, proficiat, hè? Heel, heel knap. Heel goed gemaakt. In 2005 ben ik ereburger geworden van de stad Sint-Truiden. En waar ik nog steeds zeer fier op ben. En toen heb ik eigenlijk het project van Cosmopolitan Chicken Project geschonken aan de stad, omdat ik ook wel vond dat het een waardevol project is waar dat we van dachten en wat ook uitgekomen is dat het een wereldproject zou worden. We zijn natuurlijk nu zoveel jaar later. Toen was het het allereerste kunstwerk in de wereld dat levend was. En ik ben nog eens gaan kijken en het blijkt nog altijd het enigste levende kunstwerk ter wereld te zijn in openbare ruimte. Dus we zitten nog altijd op snelheid. En nu, zoveel jaar later, hebben we inderdaad gezien, ja, het kippenkot is aan vernieuwing toe. Kunst drukt altijd tegen de grenzen van de maatschappij. Dat is heel belangrijk. Wanneer dat de juiste hoek gevonden wordt, ja, dan kan de bevruchting plaatsvinden. Wanneer die juiste hoek er niet is, ja, dan valt het kunstwerk dood. En ik denk dat we de vernieuwing en de evolutie altijd moeten nastreven. Dat is zo'n beetje wat ik te zeggen heb. Ik wil toch nog zeggen proficiat aan de mensen van hier. Er is er één aan het broeden, maar de rest zal rondlopen, denk ik. Ja, maar de restaurants zijn terug open, hè. In 2005 ben ik ereburger geworden van de stad Sint-Truiden. Toen was de inspiratie: breng een kunstwerk hier op het kerkveld. De toren die afgebrand is, heb ik gezien als kleine jongen. De haan die is naar beneden gekomen. En ik vond het straf om mijn Cosmopolitan Chicken Project hier te plaatsen. Vandaag, zoveel jaar later, gaan we dat een beetje herdenken. We zijn meer bezig over vrijheid. En juist die vrijheid moeten we ook kunnen laten zien. Samen met de mensen van het technicum, het stadsbestuur, de kunstenaars samen, gaan we de kippen de vrijheid geven van het kerkveld. Het is de verbinding van het kerkveld met de stad. En ik denk dat dat ook de nieuwe generatie veel meer inspireert. Het is dat moment dat we moeten creëren. Het is dat moment waar dat we verbindingen zoeken. Dat is de nieuwe tijd.